in de oorlog had je geen radio-uitzendingen meer. Tenminste, geen jazzy of ritmische dingen. Zo gauw die oorlog voorbij was, we speelden de Ramblers weer bijvoorbeeld. En die hadden zaterdagsmiddags uitzendingen. En daar luisterde ik altijd naar. En dat, daar luisterde ik naar, niet omdat het van die originele leuke liedjes waren. Van een huis en een keukentje en een beetje verschil. Maar het ritmische aspect daarvan. En dat trok mij. Je kunt gewoon zeggen, dit is mijn ritme. Ja, maar als je merkt dat ieder zijn ritme speelt, dan blijft het koud. Er komt geen warmte uit. Dus je moet elkaar een beetje toegeven, tot je ineens voelt, ja, hier kunnen we mee dealen samen. En dat kun je ook samen doen naar een pianist. Die moet je opzoeken, tot je ineens een soort feeling met elkaar krijgt. En dat moet je nooit doen met moeilijk proberen te spelen of zoiets. Nee, je moet een heel klein beetje concessie doen, dat je het alle drie met elkaar hebt en dan valt het ineens op een goede plek.